ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting werkzaam aan de Henck-Arronstraat hebben vandaag het werk neergelegd. De reden daartoe is de werkomstandigheden. Al enige tijd heeft men geen stromend water uit de kraan. De werklocatie, daar zou er een vleermuizenplaag zijn en verder een ernstig tekort aan meubilair. Onder zeer moeilijke omstandigheden dienen dagelijks werkzaamheden uitgevoerd te worden. We spraken met de bondsvoorzitter van Sozavo en dat is dan mevrouw Vinci die als volgt hierop inging. Vervolgens spraken wij ook met enkele ambtenaren van dat ministerie die vertellen onder welke omstandigheden zij dagelijks het werk moeten doen. Het is namelijk zo dat het personeel, dus DAP 1, Paramaribo 1 en Paramaribo 2, die zijn daar gehuisvest. En het gebouw ziet er vreselijk uit. U gaat de beelden ook zien. De mensen zitten al bijkans 2 maanden zitten ze zonder water. En u begrijpt zelfs dat waar vrouwen worden gewerkt, want er is maar 1, dacht ik, 1 heer daar, de rest alleen maar vrouwspersonen. En het is moeilijk de hele dag door om zonder water te zitten. Water heb je de hele dag nodig. Dus de mensen hebben het volgehouden bijkans 2 maanden, maar ze zijn het al zat. Omdat er niet wordt omgekeken, er is wel geschreven. We hebben begrepen dat mensen van algemene zaken die zijn er naartoe geweest, hebben gekeken wat het probleem is. En tot op heden is er niets gedaan. U snapt zelf dat nu in deze COVID-tijd, een van de algemene regels staat er, was uw handen met water en zeep regelmatig of hand sanitizer. Maar niks daarvan. De mensen hebben geen water en ze laten water kopen. Toch, maar ze willen het niet meer doen. Ze hebben gezegd, ze zijn het al zat. Dus, en het gebouw lekt van alle kanten. Maar er wordt niks gedaan. Ik vind het vreselijk dat de mensen onder zulke omstandigheden hun werkzaamheden moeten verrichten. De mensen zijn al gedemotiveerd. Weet je, want zaken worden niet optimaal gedaan. Dus ze hebben gezegd van nee, tot hier niet verder. Ze zijn heel erg verhit. Ze hebben gisteren gebeld. Ik mag wel aangeven dat ik gisteren heb geprobeerd om met de leiding te praten. Ik heb met hoofdalgemene zaken gesproken. Die heeft me aangegeven heeft van zij kan zijn werk al gedaan, doorgestuurd naar ODAD. De ODAD die was er gisteren niet. Ik heb weliswaar vandaag wel even gesprek met haar gehad. Maar het zaak is doorgestuurd naar ODFB, dus financieel. Ik heb ook met ODFB gesproken. Die geeft aan dat er geen geld is. Want wat is het probleem? Er is de meter van SWM is gestolen. Dus vandaar dat ze zonder water zitten en de hydrofoon is gebrand, doorgebrand. Dus vandaar dat ze dan zonder water zitten. Dus ik heb toen aan ODFB gezegd, ze zegt mevrouw Vinci, ik vind het jammer dat de mensen zonder water moeten zitten. Dat ze zonder water zitten, maar echt, we hebben geen geld om die hydrofoon te kopen. Wat heel jammer is. Maar ja, ze zegt, voor haar is het ook lastig. Ik heb ze toen aangegeven dat de mensen het echt niet meer aankunnen om zo op het werk te verschijnen. Ik heb toen de directeur gesproken van SOSA. Hetzelfde wordt me aangegeven. Zeg ja, geen geld, weet je. Ook geen geld om inkt en dat. Ze zitten echt ermee. Maar uiteindelijk zullen ze een oplossing moeten zoeken. De minister, dus ze zou het doorgeven aan de minister. Toch om te kijken naar een oplossing, want de mensen kunnen zo niet werken. We snappen het wel, weet je, cliënten komen daar, weet je, maar ja, wat gebeurt er dan met de ambtenaren? Want ze moeten hun handen wassen. Ze zijn de hele dag door bezig met cliënten en ze moeten hun handen wassen. Want net wat ik heb aangegeven, wordt aangegeven geregeld je handen wassen. En zonder water de hele dag is niet te doen zo. En het gebouw is heet. De mensen moeten komen met ventilatoren daar. Ze moeten alles meenemen van huis. Zelfs bureaus, stoelen om te zitten. Het is niet te doen. En dan praat ik alleen niet over Gravenstraat. Alle wijkkantoren van Sozavo moeten de mensen onder zulke omstandigheden werken. Ik heb het vanaf het aantreden van deze minister hebben aangegeven om naar de mensen om te kijken. Weet je, alleen dat de mensen zich een beetje prettig voelen, weet je. Kijk naar de mensen om.
Weet je, zelfs bevorderingen benoemen die laten op zich wachten. Dus ik mag u zeggen, ik mag u aangeven dat de mensen vreselijk gedemotiveerd zijn. En mevrouw is naar me toegekomen, ambtenaar. Ze zegt, mevrouw Vincent, ze heeft 32 dienstjaren. Ze is naar me toegekomen. Zeg, wat moet ik doen? Ik heb 32 dienstjaren, maar ik wil niet meer werken. Ze zegt, ze is al moe om onder zulke omstandigheden te werken. En dan, net wat ik zeg, dan praat ik niet alleen over Gravenstraat. Maar het is, zijn alle wijken, dus districten, Paramaribo, overal zijn dezelfde problemen. Mensen moeten dingen zelfs kopiëren, ze moeten in hun eigen zak gaan. Meneer Ganesh, laten we eerlijk zijn, in deze moeilijke tijd, klein beetje salaris wat de mensen krijgen, ze bus, alles is verhoogd. Dan moeten ze nu nog zaken uit hun eigen zak, laten we eerlijk zijn. Dus uiteindelijk zal de minister met de oplossing moeten komen, zodat de mensen... Zodat mensen water krijgen, personeel water krijgen. Ja. Toch, de minister zal het moeten doen. Ik heb wel, pardon, nog geen antwoord vandaag gehad van de directie of zo. Ik denk dat ik morgenochtend wel schrijf naar de minister of ik maak contact om te horen van hoe verder. Toch, maar de bond heeft de actie overgenomen. En ik snap de mensen best wel, dus... de mensen gaan niet, ze gaan wel op het werk, maar er gaat niet gewerkt worden. Ja, dat wil ik net vragen, mevrouw Vinci. Wat is het actiemodel? Ze verschijnen wel op het werk. Ze gaan even op kantoor, maar ze gaan geen enkele werkzaamheden verrichten. Totdat ze kijken en als we zien dat er vanuit het ministerie of dat er niets komt, nou, dan gaan we het moeten verscherpen, ander actiemodel kiezen. Maar ze verschijnen wel op het werk. Tot en met vrijdag. Gaan we kijken wat er gebeurt vanuit de leiding. Anders dan gaan we kijken naar een ander actiemodel. Ja. Nee, is verteld, mevrouw Vinci, ook hangende plafonds en vooral vleermuizenplaag in het gebouw. Klopt, dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Ook het toilet, die ziet er echt niet mooi uit. Vleermuizen en dat alles is alleen maar ziektes. Als u ziet, weet je hoe dingen hangen. Overal in het gebouw gaten. En u mag weten dat er zelfs zwervers daar slapen. Toch, en er wordt, wanneer de mensen op het werk gaan, is dagelijks is daar stink van ontlasting, urine. Een van die wijkkantoren vlak daarnaast, ontlasting, urine. Als u ziet daar condooms, ik lach erom, maar ik denk dat weet je, allerlei dingen worden. En ambtenaar die geeft me aan, de minister is een dagje daar geweest. En ze heeft de minister geroepen om te kijken. Dus de minister heeft het... Persoonlijk heeft hij gezien onder welke omstandigheden moeten werken. Het is zo echt niet te doen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben al zo lang bezig. We hebben een wensenpakket ingediend. Waar we aan hebben gevraagd voor fysieke omstandigheden waaronder de mensen moeten werken. Maar ja, ook benoeming, bevordering, de mensen hun gratificatie. Dus het is jammer. Ik heb vanmorgen ook een gesprek gehad met de ODA. En ik heb er ook gezegd, ze hebben me wel aangegeven, gratificatie die loopt een beetje, beschikkingen die komen eruit. Maar ja, het is al jaren hoor, daar praat ik niet iets over, een paar maanden zijn jaren waarop de mensen wachten. De mensen hebben gefungeerd jaren in de functie, zonder beschikking, niets. Geen waarneming, toelage, niks. Toch? Dus laten we hopen, van deze kant hoop ik echt dat er een oplossing komt nu. Want het kan niet zo ver. Het wordt steeds moeilijk. Bus is verhoogd, alles. En dan moeten de mensen op zo'n manier op het werk verschijnen. Het is niet te doen zo. Des man om aan te de kefre moest op reis hangen, de kakalakang aan de alata prezi. Des man om aan te drapen. Zij de mek de nebige boom aan de gebouwbrug. Ja, zo ze dan aan de mak zetten, maar ga je naar moest zetten. Sana sandati. Met een santokie op een s***jere. Want als je niet kan weer, hoe is ba? Na probleem, een s***koe. Wat heb je dan aan broodje? Effect met de markt. Effect met de brug. Effect met de markt. Wat about het volk? Er is niet eens een goede vangnet voor het volk. Wat een goede vangnet zet voor het volk? Voordat hij met maatregelen kwam, moet hij op vangnet. Kijk, vroeger, ik kon er bij de crisis op Sabi. Die vinden ze aan het abra. De man ben op een 6. We ben 4, toch? Maar toch, een man ben je puno op een vangnet. Maar dat moet hij doen. Maar dat doe je niet. Alles wordt duur in de winkel. Alles, elke dag als je in de winkel gaat. We kunnen niet meer leven. 15,52 gidesma.
op 500 koru, want 52, 52 kesani. 57 sama zorgen was ma. Dat was ik alleen zo 500, 600 koru. Want het er al in de 60 koru, 65 koru. Yo man bijeen. Tjane nye men bigi steek aan je sandape de eko tegis matak. Onom nyan toespij, onom nyan stima voor. Mek on nyan zo groen. Ze van de markt in die keer hebben gezegd dat er geen markt hoeft te komen. We moeten verkopen, er hoeft geen markt te komen. Dat de me kwam berekenen van ome money. Terwijl dat zo zo'n nyan money aan het roe. Ik ben zo net naar EBS gegaan. 400 zoveel moeten we betalen. EBS. Ze hebben zijn naar konderen. Wat moeten we doen? Dan heb je zo'n mensen werken zien. Een paar EBS, we moeten groente eten om groente kopen om goed te eten. Groente, zo'n proper 50 SRD. Tegenwoordig kunnen we niet meer goed eten. 75 SRD. En trouwe, 50 kolo, 50. Sociale zaken weer. We moeten op de alle tijden aan kalaka. Er is geen water daar zo. Elke dag. Elke dag als 2,5 maanden hebben we geen water daar, sociale zaken. Dan moet je een plasje in. Ze hebben bloeddruk. En 3 tablet. Hoe noem je een plasje in? Om gewoon naar de prijs moeten worden. 5 gulden betalen aan de overkant. 5 SRD, 2,50 in de winkel om te gaan plassen. Het kan niet, het wordt niet zo. Wanneer ze hebben gezegd, een kraan, een huurder voor of wat dan ook, hebben ze een kraan gestolen of naar Koppermina Sabi. Maar laten ze wat doen eraan. Dat depot wat er doen bij de sociale zaken. Maar dat kan. Dat water show van de achterafdeling uit. Ja. Dat kan toch niet? Dan moeten we blijven tot 1 uur. En dat kan. En dat kan. Dat is wat voor ons daar zo doen. Gebouw blafond en fadong. Fleur moest je en friep zijn idee. Als je naar boven gaat. Ze wonen in dat gebouw, die vleermuizen. Ze wonen daar. Dat is wat doen aan sociale zaken. Graaf van straat. Laten ze wat daar doen. Want we kunnen niet meer. We gaan dood hier in Suriname.